Laat jullie even meenemen in een salto in het water. Een korkje. Wow. Doe even een duikje. Salto. Salto, gewoon voorover in de golf. 3, 2, 1. Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Zo, hoor je dit ding blazen? Zo warm is het vandaag. Het is vandaag volgens mij 28 graden. En wij gaan weg. Wij gaan weg uit Mimizan. We hebben vanochtend nog even in het water gelegen. We hebben nog even gesurfd. Katie stapt achter het stuur, want ik ben mijn rijbewijs nog steeds kwijt in Frankrijk. Een beetje zielig, maar was mijn eigen schuld. Een reed te hard. Beetje stom, want ik wist de regel niet, waardoor ik nog veel te harder er reed dan dat ik al dacht. Goed, in ieder geval. We stappen weer in de M2 en we gaan nu vanuit Mimizan naar omhoog Rochelle. La Rochelle. En La Rochelle konden wij niks leuks van vinden op internet. Dus daarom dachten we gaan zelf kijken of nou dat werk echt zo stom is. We gaan in ieder geval weer onderweg terug naar Nederland. Want we moeten terug. Alleen die Kay moet rijden. En die Kay nog nooit langer in haar leven gereden dan 1 uur achter elkaar. Alleen omdat ik niet meer mag rijden, moet zij wel rijden. Dus we gaan kijken hoe Nike dat er vanaf. We moeten eerst, voordat we naar La Rochelle gaan, eventjes langs het klimpark waar we gisteren waren. Want daar ligt Nike's... wat hoe heet dat ding? Bankpas. Want er ligt Nike's bankpas nog. Want we hadden gisteren geen cashgeld meer. Ik had 500 euro cashgeld meegenomen. Ik dacht, ah, daar kunnen we echt wel de hele vakantie mee doen. Als mensen cash willen hebben, dat ze dan cash kunnen krijgen. Toen kreeg ik die boete en dan moest ik zelfs nog 250 euro bijpinnen. Maar daardoor hadden we bijna geen cash meer. Dus nu moesten we eerst cash halen. Haar bankpas achterlaten en konden we vandaag komen betalen. Nike is een beetje klein, dus Nike die kan niet bij de tolpoortjes. Ze moet echt helemaal uit de auto hangen om het pasje erin te doen. Ik heb mega lange armen, dus ik duw ze altijd in. Ja, oké, goed. En drive. Ja, oké, en dan kunnen we. Lekker gedaan! Dat is een stressmomentje, hè? Gordel. Het slagbomen is altijd lastig, want ze kan er nooit bij, omdat ze haar arm al vindt. Ja, maar je arm is net zo lang als dat die deur breed is ongeveer. Oh, kijk, die gaat veel te snel. Dat mag niet meer. Dan raak je rijbewijs kwijt. Kijk uit. En we zijn in een nieuw plekje. En als het goed is, hebben wij hier onze opgooitent. Die we nu in één keer zouden moeten kunnen opgooien. Want ik heb geleerd hoe het moet. Deze doe je los. Er zijn nog ergens twee clipjes. En hier. Ja. Het werkt nog steeds niet helemaal, maar hij is al wel iets beter. Tadaa! Wauw. Hij ging wel sneller dan de vorige keer. Zo, 11 minuten later en we hebben het gefixt. We hebben de hele tent, tafel opgezet. Voorkant van de tent staat alleen niet vast in de grond, want de grond ziet hard. Dus we hebben gewoon de spullen erin gelegd en we hopen maar dat het niet gaat waaien en dat we niet wegwaaien. Het is een beetje vingers gekost. We hebben wel een mooi plekje zo. Met zonnestralen, alles erop en eraan. En we lopen nu eventjes op het strand en ik ga even wat salto's maken. Ik heb net voor mijn Instagram al wat salto's gemaakt, dus als je me nog niet volgt, bas_ola_o. Sinds gisteren ben ik verified, ben ik super blij mee, heb je helemaal geen fuck aan. Maar het is gewoon leuk om zo'n vinkje naast je naam te hebben. Ik voel me nu een echte BN'er. We hebben hier een heel mooi strand, zoals je kan zien. En ik ga even wat salto's maken en Nike ook, hè Nike? Nee. Jij niet? Nee. Laat jullie even meenemen in een salto in het water. Een korkje. Wow. Holy shit, de grond is wel heel hard hier. Die water. Wat anders dan die frontflipper voor. Ik moet meer nieuwe dingen gaan oefenen. Ik denk dat wij nu eventjes hier bovenop gaan chillen. Ja. Of gaan we zwemmen. Het is best lekker het water. Ja? Ja, we gaan zwemmen. YOLO! Nou, rennen totdat je valt. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh, kut! Ah! Oh. Laat je rennen totdat je valt. Oh! Oh. Auw! Moet er even uitkijken, want we hebben hier dat. Kom op, Nike! Mooi plekje! Even te liggen. Oh, sorry, kiel. Kijk, en hier liggen ondertussen nog wat surfers in het water. Er gaat er eentje. Kan je helemaal niet zien, maar boeien. Oh, hij valt. Kijk hoe mooi met de vuurtoren alles. En die keetje erbij. Heerlijk.
heerlijk dit. Hier hou ik van. Kijk deze golf, hé. Wow. Zo sick. Ik weet niet of je dit kan zien, maar kijk deze golf even. Het is hoe mooi. Ah, valt er net niet in, wat jammer. Holy shit, ik wil zo graag weer surfen. Ik heb vanochtend nog 4 uur het water gelegen, of 2 uur het water gelegen. Maar ik wil nu gewoon weer. Mikey! Oh. Doe even een duikje. Salto. Salto, gewoon voorover in de golf. 3, 2, 1. Ze doen het gewoon. Oh shit, gewoon. We hebben lekker gezwommen. De tent staat er nog steeds. We hebben alleen honger. En het is nu op dit moment 22:30 s'avonds. 3 keer raden wat hier allemaal dicht is. Alle restaurants. Dus we gaan even kijken of we nog ergens heen kunnen om wat eten te halen. Want we hebben allebei knijterveel honger. En we zijn op de camping, dus ik mag weer een stukje rijden. En we zijn bij het bord van de camping. En ik stap in de bijrijderskant. Hier. En er staan hier 2 ambulances. Ja, wij gaan hier naar rechts. Een politie. Jij niet gaan inrijden. Ja, het is goed. Zo, er ligt daar iemand in de berm en er staat een auto in de berm. Oké, dit begint alweer top zo, hè? De politie in je achteruit in spiegel. Dit is een beetje zo, dit doet me denken aan 3 dagen geleden. Oh, AMG. Niks is open. Het enige wat er nog is, is wafels en dichte restaurants. Gaan we nog een wafel eten of wat gaan we doen? Nee, ik was nog misselijk van die ander. Ja, ik ook. Neem water mee, want dat hebben we trouwens ook niet. We hebben al sinds, hoe laat hebben we niks gedronken? Ja. 11 uur 's ochtends. Ja. Sinds 11 uur. Alleen zeewater. Alleen zeewater gedronken. We hadden geen flessen water meer. We zeiden, oh, we gaan eerst al naar de camping, want daar moesten we voor 8 uur zijn, omdat anders het ding weer dicht was en we mochten niet te hard rijden, want dan raak je rijbewijs kwijt, want dat hadden we vorige keer. Dus we hadden nog geen water gehad, we hadden nog geen avondeten gehad. Het is echt helemaal kut. En nog iets wat heel erg leuk is, dat is niet per se kut. Ik was laatst met Niels en Niels die vertelde aan een vriend van hem die Frans was, ja, Boos even met Nike. Ik weet niet waar we heen waren, maar hij vertelde dat. En zei ze, ha, weet je wat Nike in het Frans betekent? Wil je het zelf vertellen of mag ik het vertellen? Vertel jij maar. Volgens mij klopt het niet hoor, maar... Ja, Nike betekent in het Frans neuken. En dan is het niet N-I-K-E-E, zoals je Nike schrijft, maar is het Nique. Alleen, hij zei de naam Nike en hij zat gelijk in zijn hoofd, die Fransman, van neuken. Dus... Ik weet, jij hebt heel vaak je naam moeten zeggen. Ik vraag me af hoeveel mensen dachten dat je zei... Hoe heet je? Neuken? Ik denk echt dat niemand dat dacht. Ik denk het wel. We hebben uiteindelijk flesjes water. Hoppakee, alsjeblieft. En allebei een flesje fris om de dag te overleven. We hebben echt het meest ongezonde dag ooit. We zijn vandaag naar de Burger King geweest. We hebben wafels gegeten, we hebben crepes gegeten, we hebben churros gegeten. En een stokbrood, dat is alles. We zijn samen geëindigd aan de campingtafel. Bij de tent. Gezellig, romantisch. En we hebben dus nog steeds geen avond gegeten. Het is echt kak. We hebben 1 flesje water nog over. We hebben er net eentje opgedronken met z'n 2, omdat we dus al de hele dag niks hadden gedronken. En het is nu een beetje afwachten of we doodgaan vannacht, ja of nee. Want kijk, ja, doodgaan. Je kan toch verdorsteren. Je hebt fucking veel gegeten vandaag. En gedronken. Ik zeg verdorsteren. Nee. Oh, we hebben trouwens bij de McDonald's nog gedronken. Oh, het valt eigenlijk allemaal mee. Het valt er mee. We gaan waarschijnlijk niet dood. We gaan nu wel even gezellig een spelletje spelen. We hebben ook onze Fanta. Wij gaan onze tanden poetsen voor deze video. Ik ben daar wel. Voor Jeep Nekka, sluit je subscribe. En dan zie ik morgen 2 bij 5:30 bij een nieuwe video. Ik moet nog even wennen dat het 5:30 is. Het is 12:30, dus ik praat even een beetje stil. Wij gaan tanden poetsen. Het is een beetje gek, maar kleed je eens even uit. Ik wil zwemmen. Ik sta hier al half naakt de hele tijd. Oké, doei.